Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De zaterdag begint met heel veel bewolking, laat de satellietfoto zien. En er valt ook plaatselijk wat motregen. Dat gebeurt vooral in het zuiden van het land en hier en daar langs de oostgrens. Die hele lichte neerslag trekt geleidelijk weg, maar de wolkenvelden niet. Slechts af en toe breekt de zon door, dat dan in de westelijke provincies. Maar de bewolking blijft eigenlijk gewoon overheersen. Maar het stevige wind uit het westen tot noordwesten en dankzij de bewolking... Blijft de temperatuur wat lager dan we gewend zijn, 9 tot 11 graden, maar dat is wel de normale waarde voor deze tijd van het jaar. Vanavond kan er in het noorden-oosten en plaatselijk ook, ook in het midden weer wat regen en motregen vallen. Het westen en zuiden houden het droog en het wordt geen koude nacht met minimaal rond 8 graden. Morgen ziet het er veel beter uit, de wolken trekken in de loop van de ochtend weg en vanuit het westen gaat de zon flink schijnen. De wind blijft stevig, maar het blijft ook droog en het wordt dan 13 tot 15 graden. Maandag kan de lokaal een bui vallen, dinsdag ook, maar op de meeste plaatsen verlopen deze dagen droog. Wolken en zon wisselen elkaar af. Voor woensdag is de verwachting behoorlijk onzeker. Mogelijk bereikt de regengebied ons, maar het kan ook net ten noorden van ons land blijven. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.